Een hele goede morgen. Ah, ik zit misschien een beetje in de... Die zitten een beetje misschien in mijn kin of in mijn nek. Maar Lino is doing sidequests. Ik ga even kijken waar ik jullie even kan neerzetten. Ik hoop dat het hier lukt. Zo. Bro, mensen maken mijn hoofd heet deze ochtend, man. Rij rustig. Ik zit in de auto. Dit is niet mijn auto. Dit is de auto van een klant. Vandaag heb ik twee auto's op de planning staan. Dit is er eentje van. Dit is een Kia Proceed GT. Super grove auto. Is dan een vaste klant van mij. Komt elke maand. Laat twee auto's doen. Helemaal top. Ik kan... Er is gewoon geen... Oh, ik ga even die muziek uitzetten, man. Er is gewoon geen enkele ding wat ik kan zeggen over deze klant dat niet goed is. Hij is zo begripvol. Hij denkt mee. Hij is gewoon zo puur. Gewoon zo fijn om mee zaken te doen. En buiten zaken doen is het echt een topgozer. Top, man. Echt top. Dus daarom, ik doe het met plezier, deze auto's. Deze auto's zijn ook bijna nooit vies. Hij zegt, die zijn echt vies. Stap ik in, is gewoon niks aan. Gewoon niks. Dus ja, man, dat wou ik even kwijt. Dus hij heeft een Kia Proceed GT, dat is deze. Ga ik jullie zo meteen laten zien. En dan komt hij zo meteen met een Audi A1. Gaan we wisselen. Het is ook de enige dag dat ik twee auto's op één dag doe. Dat doe ik eigenlijk niet graag. Anders is hoofdpijn. Schoen. Het is alleen maar hoofdpijn. Dat is daarom. Overmorgen. Het is nu zaterdag. Overmorgen. En overmorgen zondag. Morgen. Morgen. Hebben we een superleuk projectje weer opstaan. We hebben de laatste RSQ8 gedaan. Deze had een fout met de versnellingsbakolie. Dus hebben wij nu een nieuwe RSQ Wheat en die gaan we morgen filmen. Die is een dagje bij Lino Magico, dus die gaan we morgen ook aanpakken. Dus stay tuned en ik ga jullie dadelijk die waggies laten zien, man. Arrivederci. Hier had ik de auto's al gedetailed, maar ik kon geen geluid opnemen. Dus praat ik hier even overheen. Zoals je ziet, het hele interieur hebben een dieptereiniging gegeven. Dat doen we eigenlijk elke maand. Geen volledige dieptereiniging, een onderhoudsdieptereiniging. Dat is net iets anders. Exterieur is ook helemaal aangepakt. En we zetten hier ook elke maand zetten weer een lakbescherming op. Dus die is super, maar dan ook echt super waterafstotend. Interieur is gewoon heel simpel, omdat die elke maand wordt bijgehouden. Dus veel werk is er niet aan. Dit is alvast de andere auto. Dit was de Audi A1, wat ik zei. Die was wel heel erg vies, zoals je ziet. Maar natuurlijk. Het is nu 17 uur precies. Ah, ik kan niet praten, man. Ik kan niet praten. Ja, sorry, ik werd onderbroken door mezelf. Hier zie je, helemaal clean, die Audi A1. En waarom ik zei, ik kan niet praten, man, is... Ik ben van misschien 9 uur tot 5 uur 's ochtends aan één stuk bezig. Ik zeg misschien 1, 2 of 3 woorden. En dan als ik opeens moet praten, ik weet niet waarom. Maar mijn hoofd is niet 100. Ja, ik kan gewoon niet praten, man. Ik weet niet. Ik ben gewoon verlegen voor mezelf. Nee, het is gewoon... als je lang niet praat en dan opeens moet praten, dan komt er gewoon niks uit. En dat was dus gebeurd. Maar zoals je ziet, alles is helemaal super clean. Stoelen, tapijten, exterieur. Alles is natuurlijk aangepakt. En ook weer met een lakbescherming. Deze krijgt je ook elke maand. Dus ja, dat. Dus we zijn bezig geweest van 9 uur 's ochtends tot en met vieze, vuile duiven. Duiven zijn zo irritante beesten, man. Jongen. Van 9 tot 5. Een kantoorbaan. Normaal doe ik eigenlijk nooit een onnemok. Pak alle plek die je nodig hebt. Wat de flikkers, man. Oké, sorry. Dat mag eigenlijk niet op camera, man. Ai. Normaal doe ik eigenlijk nooit twee auto's op één dag. Omdat het mijn vaste klant is. Snap je? Kan geen nee zeggen. Dat zal ik ook niet doen. Dus daarom duurt het ook wat langer.
Zo, deze auto is wel... Is even winnen, man. Ja, man. Dus dat. We zijn van 9 tot 5 bezig geweest. Je hebt de resultaten gezien. Helemaal clean. Top. Ik heb wel honger. Ik zeg heel eerlijk. Ik heb echt honger. Dus ik zie jullie waarschijnlijk zo meteen als ik achter mijn pc zit. Want ik moet dingen aan mijn website nog aanpassen. Lekker wat eten. Ja, man. Dus ik zie jullie zo. Zo. En dan ben ik hier binnen. Ik heb net gedoucht. Lekker fris. Nu is quality time. Ik heb headset op. Nee, ik ga niet gamen. Ik game bijna niet. Deze koptelefoon heb ik eigenlijk na een lange jaar. Of misschien een jaar. Misschien iets meer dan een jaar. Heb ik die weer uitgehaald. Omdat ik ben beginnen met livestreamen. Maar daarvoor heb ik die ding zo lang in op mijn hoofd gehad. Dit is puur omdat ik hier zit. Het is mijn quality time. Kijk, leuke podcast, Andrew Tate, you know. Een lekkere bord, pasta. Aquariusje erbij. Ja, man. Zeer eet ik. Hier kom ik tot rust, omdat ik altijd toch alleen ben. Dus ja, man. Dan gaan we genieten. En ja, man. Ik ben echt niet zo goed in dit. Maar ja, ik ga gewoon eten en ik zie jullie zo meteen. Zo, hier ben ik. Deze laptop, hè. Vind ik wel leuk om te zeggen. Deze laptop heeft me door zoveel shit meegemaakt, zeg maar. Ik heb deze laptop gekregen in 2012, 2013. Dus toen was ik 9 jaar oud, 10 jaar oud. Ik was fully. Ik was zo blij met deze dingen. Ik kon zoveel. Ik was toen die tijd... ik was ook vroeger DJ, man. Ik maakte een beetje muziek. En toen ik een PC kreeg... Ja, ik had misschien zo'n Android iPad. Die tijd. Mijn moeder had mij die toen gekocht. Dat was misschien 100 euro uit China zo. Via. Oké, was leuk en wel. Ik was sowieso altijd degene die was aan het spelen op de Xbox. Dus ja, telefoon was toen nog niet, zeg maar. Dat bestond toen nog niet. iPad ook nog niet echt. Dus ja, daarom had ik zeg maar zo'n tablet van Android. En dus nu kwam de PC. Dus een hele nieuwe wereld ging open. Ik had gewoon een PC. En in die jaren... En toen begon ik Enzo Knol te kijken op YouTube. Ik begon zoveel YouTube te kijken, gaming video's. Ik was daar zo in. Maar toen, wat deze PC allemaal heeft meegemaakt, hè. Ik heb Minecraft gespeeld op deze PC. Want ja, natuurlijk, ik wou ook gelijk de YouTuber zijn, man. Deze PC was ook niet goedkoop. Was volgens mij 400-500 euro, als ik me niet vergis. Maar het was geen gaming PC, het was gewoon een PC, een normale PC. Ja, natuurlijk. Ik wou daarmee gamen. Dus ik downloadde Minecraft. Maar Minecraft liep zo slecht. Mijn PC werd zo heet. Dus aan de zijkant van die laptop, hier zeg maar, heb je zeg maar van die ventilatiedinges. Die werd zo heet. Ik heb gewoon ventilators dagenlang naast die PC moeten zetten, naast die laptop, om te koelen. Zo heet werd die. Ik heb Minecraft gespeeld. Ik heb zoveel geskyped met mijn compagnon toen. Skype, Minecraft. Ja, dat was echt een zieke tijd. Dus ik heb deze PC nu al 12/13 jaar. 12/13 jaar lang. En die is zo langzaam. Maar sinds. Mijn 9e, 10e leeftijd tot en met nu is hij nog steeds bij mij. En die van alles meegemaakt. Van mijn Minecraft periode tot en met dat ik die PC 2-3 jaar niet heb gebruikt. Tot mijn bedrijf opzetten. Alles is via hier gebeurd. En ik zie afgelopen 7 dagen 500 bezoekers maar. Oei, min 13%. Ai.
Ai, is niet goed, man. Is niet goed. Nee, valt wel mee. Dus ja, dat wou ik over mijn pc zeggen. Die is wel echt poep. Maar ja. Hey, doet zijn ding. Ik wil wel echt graag een nieuwe kopen. Maar ik zit het mag altijd uitstellen. Dus misschien binnenkort, als jullie even allemaal doneren, koop ik een nieuwe. Dus wat ik nu ga doen is... dat zijn mijn diensten. Ik moet eventjes iets aanpassen aan mijn website. Kijk, dus dat is die hele... hoe zeg je dat? Domein. Nee, wat domein? Gewoon de editor. De hele website running dinges. Dus ik ga dat aanpassen. En dan zie ik jullie zo. Zo. Moet niezen. Alhamdulillah. Baby, you got something in your nose. We zijn nog niet klaar. Het is 9 uur en 12 minuut. Morgen om 10 uur detailen. Enkel exterieur, dus niks speciaals. Maar dan hebben we de RSQ8 Pluvit. Die moeten wij gaan filmen. Dus ik moet een script gaan uitschrijven. Ik ga precies kijken wat ik allemaal ga doen. Netjes alles plannen. Mijn planning is altijd, maak een plan. Plan gaat fout. Alles gaat overhoop. En ik ga failliet. Kijk, ik moet even opschrijven hoe ik dat wil filmen. Want ik had laatst de RSQ8 gefilmd. Maar ik was niet tevreden met mijn prestaties, man. Ik had niet genoeg beeldmateriaal. Ik moet een paar verschillende angles gaan zoeken. Wat ik echt graag zou willen filmen. Om die... het hele filmpje levendig te maken. Want ik doe maar altijd op en af. En stilstaand. En ja, dat is een beetje saai, man. We moeten wat vernieuwing hebben. Dus morgen op zoek naar een locatie. En op zoek... ja. Ik ben niet zo goed aan praten, eigenlijk. Bolle hoofd van mij gebruiken. En, ja, man. Ik doe niet superveel. Ik ben eigenlijk alleen maar bezig met dit. Ik lig hier wel. Maar dit is werk. Maar ik zou niks anders willen doen. Ik werk liever hele dag van ochtend tot avond hoe ik nu zit. Dit. Dan dat ik om 5 uur al van werk bijvoorbeeld kwam. Van mijn gewone normale werkdag. En tot ik dan gewoon... Of wat ging eten en tot mijn dag daarop zit, man. Ik hou ervan. Ik ben iets aan het creëren. Ik heb al wat mooi opgebouwd. Maar ik hou ervan om telkens bezig te zijn. Dat is mijn boodschap aan jullie. Jongens, allemaal. Wees niet lui. En het is niet erg als je dat niet wilt... Niet iedereen is gemaakt om met bepaalde druk om te gaan of te ondernemen. Dat is helemaal niet erg. Maar denk na. Wat wil je echt in het leven? Wat wil je echt? En zoek iets om voor te sterven, man. Want anders gaat iets jou zoeken om jou te laten sterven. Nee, dat is overdreven. Maar gewoon zoek iets in je leven... Sta gewoon op. Werk. Leed. Krijg trauma's. Dat zeg ik allemaal niet om verkeerd. Maar je moet pijn lijden om jezelf te vormen. Jij moet juist sterk worden. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Of wat de fuck je voor programma's in je hebt zitten. Of familie. Of wat allemaal is gebeurd in het verleden. Of dingen die jij hebt geërgerd van je ouders. Fuck dat, man, bro. Jij bent jij. En jij hebt alles in de hand. Maakt niet uit als jij opstaat. Ik sta ook elke dag op. En ik denk,
Ben ik nu autist? Ben ik wel mentaal in orde? Ja, man. Ik ben ik. En ik ga alles daaraan doen om te halen wat ik wil. En wat wil ik? De beste versie van mezelf zijn. En wat houdt dat in? Succesvol. Succesvol. Ik hoef niet bekend te zijn. Als jullie mij op een dag niet meer zien en jullie weten niet waar ik uithang of iets. Ik wil alleen succesvol zijn. En niet alleen succesvol met geld. Succesvol in alles. En dat behaal je alleen maar door te werken. En dat is eigenlijk heel ironisch, want ik lig hier nu bij als een slappe garnaal. Maar ik ben bezig. Ik ben bezig. Wat doe jij? Ik kijk mijn vlog. Je moet mijn vlog niet kijken. Nee, grapje. Begrijp me niet verkeerd, hè. Vlogs kijken en podcasts en zo, dat hoort allemaal bij het leven. Hoe minder, hoe beter, onthoud dat. Hoe minder je entertainment, je brein kapot maakt met domme dingen. Dat ze naar mij kijkt, oké. Okay. Snap je? Ik geef jullie een vibe en een frequentie door het scherm die jullie voelen. Die echte jullie voelen het. Snap je? Dat is geen probleem. Dat heb ik ook bij bepaalde mensen. Ik kijk ook bepaalde YouTube-video's nog steeds. Maar jij gaat me nooit de fucking NPC op TikTok zien bekijken die rare shit zit te zeggen. Of die kinderachtige gedoe. Daar moet je weg van blijven. Dus onthoud dat. Maak wat van je dromen. Nu is genoeg pep talk. Nu ga ik mijn shit schrijven. Dat ga ik niet op deze dode PC doen uit 2012. Maar op mijn mobieltje. Zo, het is 11:30. Ik heb mijn scripten geschreven. Ik heb geschreven wat ik wil doen morgen met de auto. Het enige wat ik morgen moet doen is om 10:30 uit mijn bed opstaan. Mooie tijd. Niet laat. Opstaan. Klaarmaken. Cameraatje aandoen. Ah ja, ik weet wat ik moet doen. Ik moet mijn telefoon nog leegmaken. Niet tot hij morgen zegt. Stort het voel, want dan ben ik... Ik ben aan het denken. Ja. Kijk, dat is heel eigen aan mij. Ik heb zoveel dingen in mijn hoofd. Gewoon zoveel ideeën opeens. En dan komt alles zeg maar binnen. En dan word ik helemaal gek. Ik word helemaal overprikkeld, man. Mijn hoofd is constant bezig. Dat heeft zijn voor- en zijn nadelen. Dus daarom, soms is mijn hoofd daar en daar en daar en daar en daar. Dus ja. Dus dat moet ik morgen doen. Gewoon een TikTok-videotje maken. Morgen heb ik een mooie Peugeot 408. Ik denk dat ik die wel op TikTok ga gooien. Ik heb niet echt inspiratie. Kijk, dat is ook weer zo'n dingetje. Gelijk morgen, oké, leuk en wel. Mooie auto. Maar wat moet ik zeggen over die auto? Ja, het is een mooie auto, maar... Die zal waarschijnlijk niet vies zijn. Dus. Ik weet niet. Misschien laat ik het gewoon volgende vlog. Dat kan ook. Want nu hebben wij een andere soort platform, toch? Maar ik zie jullie in ieder geval morgenochtend. Inshallah. Dus ik zie jullie bij de volgende shot. Ik heb veel gepraat, hè, de laatste 10 minuten. Maakt niet uit. Het is al ondertussen de hele dag verder. Deze ochtend heb ik een Peugeot gedetailed. Ik ga even een beeld laten zien wat voor Peugeot dat is. Nu ben ik hier shots aan het maken. We zijn nu de RSQ8 aan het plaatsen. We gaan hier een autoview weer mee doen. Maar wat ik dus was aan het zeggen is, ik heb mijn camera nog niet erbij kunnen pakken. Daarom, ik zeg, ik en vloggen, dat gaat heel moeilijk samen. Maar ja, maakt niet uit. Kijk, we zijn het aan het fixen. Ik ga nu de autoview maken met de camera. Gaan we giveaway doen. 2 giveaways. Deze gaat een dagje ook gratis weg. Poepgeluid. Deze gaat ook een dagje gratis weg. En je kan ook een detailbeurt winnen. En een gratis shoot met mijn cameraman. Dus ja. Dus deze ochtend heb ik die Peugeot gedetailed. Was echt een mooie auto. Komt binnenkort ook online op TikTok. Als je dit ziet zal die wel waarschijnlijk al lang online zijn. Dus je kan die bekijken. Ja man, wat ik vandaag nog ga doen, ik weet niet.
Ik had eigenlijk een hele planning gemaakt, maar planning is een beetje veranderd. Dus dat. Ik zie jullie zo meteen als we wat leuks gaan doen. Ik krijg mijn microfoon niet uit, man. Huh? Nee, ik ben tegen mijn vlog aan het praten. Yo. Deze microfoon is ook uit. Ik ga jullie eventjes meepakken. We zijn momenteel in Genk. Eigenlijk vind ik het echt een van de mooiste locaties. Er was ook nog een locatie in Maastricht, kortbij. Die lijkt een beetje op dit. Ik ben erg bang van water. Hola, mij dat ik nu... Kijk, hè. Ik ga tot daar. Maar nooit dat ik een stap verder zet. Ik vind het zo eng, hè. Ik ben zo bang van, zo, van die dingen. Dit geeft me echt... Nee, man. Ik hou daar echt niet van. Ik ben echt bang van zo'n grote water en grote plekken. Kijk, dit gebouw vind ik ook al een beetje eng, man. Kijk hoe groot het is. Maar het is wel een mooie locatie. Het is ook een mooie achtergrond. Donker. Grijs. Ja. It's a beautiful day. The sun is shining. Look at the moon. Die man is blij met ergens kijken. Yo! Wat zijn we allemaal aan het doen? Kri! Ja, alweer schadevergoeding. Die andere RSQ-8, hij was heel langzaam. Daar was een fout mee. En dus, dit is een vervanging gekomen van die andere RSQ-8. Die is niet normaal snel. Snel! Voor deze gewicht, dat is abnormaal. Oh my days. Ik heb gewoon een sidequest gekregen. Kijk, ik ben in de bus geplaatst, bro. Laat me pull op. Oh, ik heb hier nog een achteruit staan. Laat me pull op. Oh, dit is zo lang geleden. Hè. De laatste keer toen ik nog bezorger was, reed ik in deze bussen. Dat is echt raar, man. Kijk hem. Fijne drurry. Zit de top. Ja, man. Jullie zien het. Oké, we zijn ready. De Rollings. Oh. Ik vind die wel. Kievers. Hij is boos, jongens. Kom hier een broodje hier. Zeg maar, hoe zou je hier in de middle of nowhere zo'n ding zetten? Ik ben benieuwd als dat draait. Of als dat hier gewoon staat, omdat ja, gewoon. Ik weet niet, man. Vreemd. Döner kebab nacho. Alejandro garnacho. Nee? Oké. Oké, beste mensen, luister. Lino El Magico, zijn compagnon. Like, abonneer, subscribe. Vergeet niet op die belletje te klikken of hoe ze het allemaal zeggen op YouTube. Gun de jongen, gun ons. Je weet, hoe meer jullie gunnen, hoe meer qua content jullie krijgen. Arrivederci. Yes. Ah, man, gaat om. jongens. Mijn hele telefoon zit moeilijk te doen. Ik probeer hier mijn CarPlay te verbinden. Maar het wil niet werken. Het wil niet werken, man. Turn on wifi. Ja. Oké, daar is hij. Moet ophangen. Ophangen? Stoppen? Nee, ik blijf doorvloggen. Ik heb nog de outro gedaan. Ja, nee. Hoe nee? De outro blijft bestaan. De auto bestaat en de kat is thuis. Kom, we gaan. 110 kilometer, ik moet weer tanken, man. Wie gaat eerst? Met jij. Als de tank op is, kan ik nog steeds duwen. Schud. Laat ik liever diesel. Wij gaan naar Oslo.
Hier zijn we dan de ochtend daarna. Ik en vloggen gaat niet goed. Ik kom thuis, ik heb geëdit, ik heb gegeten. Daarna ben ik gelijk gaan slapen, want ik had zieke hoofdpijn opeens. En nu de ochtend, ik stond op. Ja, het is klaar. Nu heb ik niks meer te zeggen. Ik ga de hele dag editen, man. Ik ga de hele dag editen. Dus ja, ik heb niet meer om vast te leggen op camera. Ik ga kijken hoe deze vlog in elkaar steekt. Ik ga deze sowieso hier eindigen. Hier stopt hij. Het is niet goed geëindigd, man. Ik wou nog live gaan met de auto. Ik had nog zoveel plannen. Maar het is er niet van gekomen. Ik vind het jammer. Maar ja. Maakt niet uit. Ik ga nu al mijn content editen. Ik ga deze online gooien. Ik ga een RSQ8 reviewtje online gooien. Dus ja. Ik mag niet klagen. Ik heb veel werk te doen vandaag. Maar ik heb niks meer om op beeld te zetten. Dus ik zie jullie weer bij de volgende vlog. Hopelijk wat leuker. Ik zeg altijd wat leuker, maar die zijn eigenlijk uiteindelijk zijn die wel altijd goed. Dus ik ga kijken hoe deze uitpakt. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Like, abonneer. En arrivederci al.